Ik ben Lia Verstegen. Ik woon in Schaik en ik ben 28 jaar. Na de basisschool ben ik naar de middelbare school gegaan, naar Os, Sint-Jan. Dat kennen we nu als Hooghuis Stadion. En na stadion ben ik naar Sint-Lucas in Bokstel gegaan. Daar kon je gelukkig een jaar alles kiezen. En toen ben ik interieur gaan doen en daarna ging ik weer iets heel anders doen. Ik ging naar Arnhem, naar Artes. En daar deed ik de docent beeldende kunst en vormgeving opleiding. Na mijn studie bij Artes ben ik een galerie begonnen. Ik geef ook nog gewoon les en ik werk bij Museum Jan Kuhne. Daar geef ik rondleidingen. Ik hou namelijk heel erg van om over kunst te praten. Dat is heel goed als je een galerie hebt. Maar ik geef ook in de galerie workshops. Een galeriehouder zijn is heel leuk. Leuker dan ik verwacht had. Ik dacht namelijk zelf dat het heel veel regelwerk was. Maar het is mijn eigen bedrijf. Eigenlijk is dat ook een groot kunstwerk. Hoe ga je het doen? Hoe ga je het aanpakken? Eigenlijk heb ik wel een heel standaard ritme. Ik begin 's ochtends meestal half zeven uur dat ik opsta. Dat is best op tijd, maar ik ben gewoon een ochtendmens. Maar omdat ik pas de galerie open om 11 uur, doe ik eerst het werk buiten de deur. Dan spreek ik even af of ga ik iets ophalen of doe ik bijvoorbeeld inkopen voor een workshop. Om 11 uur opent de galerie en dan is meestal achter mijn bureau is mijn werkstation. Daar zit ik door de dag heen als er niemand binnenkomt. Als er iemand binnenkomt, dan ga ik uitleg geven over de expositie. Ik zet de film aan waarbij de mensen kunnen kijken naar hoe de kunstenaar zelf het werk uitlegt. En ik bied ze koffie en thee aan, dat kijkt het lekkerder. En vaak heb ik nog een workshop tussendoor. Dan is de dag al bijna om, want daar ben je al gauw 3 uur mee bezig. Vorige week was de laatste dag van de expositie van Jelle Slof. Hij had de expositie Bonus en presenteerde geschilderde bonusfolders. Nou, iets wat je niet zo snel verwacht als kunst en daarom wou ik het graag laten zien. Nu hebben we een ombouwweek en komende week vrijdag opent Levenslijnen van Kira Bullens. Ik bezoek altijd de kunstenaar, ook gewoon omdat je dan ziet waar ze werken. En meestal vind ik dan ook werken die hun niet mee wilden nemen. Dit jaar heb ik vooral veel solo-exposities. Ik weet dat komend jaar veel meer duo-exposities worden. En dan komt veel meer mijn werk naar voren, want dan ben ik eigenlijk de bemiddelaar. Ik ga zeggen, hé, deze twee kunstenaars, daar zie ik een overeenkomst en waar leggen we de nadruk op? Als je bijvoorbeeld naar een beurs gaat, moet je al van tevoren kunnen aantonen, zo komt die expositie eruit te zien. Dus je moet goed nadenken welke werken gaan mee en zo past dat goed bij elkaar. Hang altijd iets spannends aan de zijkant, maar zorg ook dat er iets heel goed in het midden hangt. Dat als je echt naar binnen loopt, dan denk je, wauw. Ja, de VMBO-leerlingen die komen naar Museum Jan Kuhne en dat is heel belangrijk. Dat is het inspiratiemoment. Als ik zelf door een expositie loop, dan ga ik heel goed kijken, hey, wat hangt in welke zaal en waarom dan? Werken die kunstwerken heel goed samen? Moet het hangen? Staat het? Wat is nou echt hetgene wat de kunstwerken met elkaar verbindt? Dat kan het thema zijn, het materiaal, de kunstenaar, het jaartal, kan van alles zijn. Het is belangrijk dat jij de link ziet. Of juist het tegenovergestelde. Het kan ook juist heel verschillend zijn, waardoor je een beetje in verwarring raakt. Dat mag ook. Het moet alleen wel duidelijk zijn voor de kijker wat degene heeft bedacht toen die al de kunstwerken bij elkaar zette in die ruimte. Zelf let ik heel erg op sfeer. Als je binnenkomt, hoe voelt het? Voelt het een beetje bedompt? Is het heel vol of is het heel helder? Zie je duidelijk, hé, het gaat over deze twee werken. Maar verder zijn er ook details. Staat er uitleg bij? En dat doen ze bij Museum Jan Kuhne bijvoorbeeld heel slim. De algemene uitleg staat in de gang. Heel groot, zie je duidelijk, dat mogen mensen weten. En wil je echt iets over het werk weten, is het toch een klein bordje.